was. Nu ergens andere pijn heeft of het wordt erger, even melden alsjeblieft. Ja, ik ben bijna bij de kust. Oh, mijn rechterbeen nu. Oh, die steekt. Oh. Heb je ook wel gevoel? Melding, ja, ik kom. Ladies and gentlemen, melding op de jacht. Persoon onderkoeld. Hou me goed vast hoor. Ja, doe dat inderdaad. Oh, een beetje zand. Dat is niet handig. Hou inderdaad maar goed vast, want die golven die zijn absurd vandaag. Ja, ik merk het. Ik zie al mensen inderdaad op het uiteinde. Wil jij er even op te klimmen vanaf hier, alvast? Ja. Ja, ik ben erop. Ja, top guys. Ik even wachten, ik ga even aan de zijkant staan. Mijn koelt. Ja, hij is in het water gesprongen. Oké, guys. Help. Hey, meneer, rustig blijven. We gaan u helpen. Het is zo koud. Meneer, ja. We gaan nu zo meteen even proberen een beetje omhoog te halen. En dan ga ik met u voor op de boot en een collega van mij. En dan gaan we zo snel mogelijk richting de kust waar een ambulance op u wacht. Oké. Je kunt u zo snel mogelijk helpen, ja? Ja. Even een deken voor meneer. En dan, ja, ik pak wel een deken. Kunt u even omhoog met uw rug, meneer? Ja, kijk. Ah. Even omheen. Oké. Deek zit eromheen. Ik voel mijn been niet. Heeft u nog ergens anders klachten? Duizeligheid of misselijkheid of zo? Dat is zozeer, maar het is zo koud. Ja, ik ben ook licht in mijn hoofd. Verder ging klachten ergens, pijn, iets? Ik ben licht in mijn hoofd, maar voor de rest niet. Ja, ligt in de hoofd, komt nou omdat u met temperatuurverschil zit, want u bent nou uit het koude water, gaat weer de warmte in, dan krijgt u daar heel erg veel last van. Dat is nou even vervelend, maar dat is de oorzaak, dus er is verder niks, dat is verder niks ergens in ieder geval. Ik voel mijn been niet. Ja, ik ambulance komt al. Misschien kunnen we dadelijk beter meteen persoon inleggen en doorvoeren, want ja, in feite kunnen we hier anders toch niks betekenen. Het is onderkoeling is lastig. Meneer, we gaan u dadelijk proberen op de boot te leggen. Krijgt u gewoon die handdoeken om. De ambulance staat al op u te wachten. Dus u mag dadelijk meteen met de ambulance mee. Die gaat u naar het ziekenhuis brengen. Dus dat is verder geen probleem. Dat komt allemaal goed. Het enige wat ik wil doen is dat u... Wat zegt u? Mag die vriend van mij ook mee? Ja, maar dan doe ik eventjes twee keer transport. Dus dan... Meneer, dan ga ik u dadelijk ophalen, oké? Is goed. Als je daar even blijft wachten hier, dan zorg ik ook wel dat de ambulance even wacht.
Want ik denk dat wij met z'n tweeën voor op die boot zitten. Ik collega ja. en deze persoon, dan is er nog een stoel vrij. Dus hij kan in één keer mee als het goed is. Oh, ja. Oh, nou, bij deze dan. Toppie. Dan gaan we dat doen. Dat kan trouwens niet. We zijn met vier plus jou voorop en dan het slachtoffer. Ja, hoe kan ze voor de boot blijven de bewaking? Nee, maar dat, is er nog iemand anders op de boot, meneer? Nee, alleen wij twee. Nou, we gaan het er gewoon even proberen. En anders moeten we even twee keer. Ja. Nou, meneer, u kunt ondertussen wel even de boot helemaal afsluiten, als u wilt. En dan komen we u daar wel even ophalen. Dat is even het makkelijkste, want het aandacht gaat nou even naar meneer. Ja, dat is ook wel handig. Ja, oké. Okay. Laat u dat nou even doen. Dan gaan we even optillen, jongens. Oké, okay, meneer. Gaan we rustig optillen. Oké. Okay. Oké. 1, 2, 3. Oké, kom maar. Kom maar mee. Leg hem maar naar even hier voren. Ja. Kijk uit dat de boot niet wegglijdt. Dan liggen weer in het water. Ja, precies. Oké. Okay. Ja. Kan de rest er ook bij? Waar is Niek? Ja. Blijf met z'n tweeën. Ja. Oh, ja, ga maar vast hoor. Yo. Ik help deze man nog wel even. Ja, is goed. Ja, hij hoeft vast, Lars. Ja, aan de touw. Ik vast. Ja. Ik heb die man. Ah. Oh, rustig, rustig. Oh. Ja, rustig man, meneer. Nu ergens andere pijn heeft of het wordt erger, even melden alsjeblieft. Ja, ik ben bijna bij de kust. Oh, mijn rechterbeen nu. Oh, die steekt. Oh. Heeft toch wel gevoel? Nee, in mijn linker niet. Kijk, er liggen hier boeiend water. Ja, ik zie het. Ja, top. De kans bestaat, jongens, als je de ambu daar al staan op het pad, dat we even dadelijk met de plank moeten gaan lopen. Jo. Dus ik ga ervan uit dat jullie lukt. Dan ga ik ondertussen die persoon of de andere mensen ophalen. Ik klaar staan. Die nog niet. Oké. Dan gaan we er nu aftillen, ja? Oké. Snap je wel, Lars? Ja, top. Kom maar mee, meneer. Ja, jongens, leg hem even hier gewoon rustig neer, even in de doeken. Ambulance komt er vanzelf al aan. Ik ga even die andere mensen ophalen, oké? Okay? Lars, kun je even de boot iets verder wegduwen? Ja, het lukt. Ja, thanks. Succes. Jojo. Yo. Hey. Even kijken, wacht maar even, ik zal hem even iets naar voren zetten voor je. Yes, stap maar in. Ja hoor, gewoon even een sprongetje. Ik heb hem vast. Ja. Top, kom er lekker voor in. Oké. Okay. Kan u een beetje tegen snelheid of dat... Sorry? Kan u een beetje tegen snelheid? Ja. Oh, dat is mooi. Ik heb zelf ook een paar jetskies. Oh, kijk, dan heb ik daar zeker geen zorgen over te maken dan. Oh, zo, dat was een ruige. Langs die boeien verhalen. Ja, ze zitten dan soms die boeien. Ja, verschrikkelijk hier zo. Hier wil je ook niet je post hebben, maar ja. Ja. Het is nou eenmaal zo, ik heb het ook niet uitgekozen helaas. Ik draai hier even een rondje hoor, dus voordat je daar uitstapt. Oh, boei. Ja, maar ja, helaas. Net niet. Net niet, inderdaad. Ja, sta maar even hier de punt uit, dan kan ik in ieder geval zo weer achteruit. Ja,
Meneer wordt al naar de ambulance overgedragen. Oké. Ja, goedemiddag meneer. Mijn naam is Dylan van Ambulancezorg. Dit is mijn collega Jente. Kunt u mij vertellen wat er is gebeurd? Ik dacht, ik ga even lekker zwemmen. Het was koud. Oké, hier heb je alvast een thermodeken. Dat warmt je tenminste een beetje op. Doe die maar even om je heen. Hier. Jente, sluit jij even de lifepack aan? Kunnen we even zien wat hij allemaal heeft? Ja, is goed. Ja, hij is aangestoten, Dylan. Oké, ik zie hier een BPM van 54. Nou, ik kan wel even wat. Geef jij even infuus? Ja, is goed. Meneer, ik ga even een infuus aanleggen. Kunt u mij. Het zal een beetje pijn doen, maar het helpt je in ieder geval. Waar, in mijn arm? Nee, die voel ik toch niet? Nee, in uw arm. Ik zal de nadruk in ieder geval even melden met de ringenlactaat. Ja, is goed. De infuus is aangelegd, in principe kan de medicatie erin. Oké, okay, van medium nood? Ja, doe ik. Ja, die heb ik nog bij, gelukkig. Ja. Collega van de reddingsbrigade, kan je alsjeblieft het zakje met de infuus omhoog houden? Ja, ga ik doen. Ja, dankjewel, super. Ja, hier heb je hem. Oké, doen we adrenaline erin en amiodarone voor zijn hartslag. Ja, doen we. Ik denk dat we het gewoon even zo snel mogelijk mee naar het, in de ambu kunnen zetten. Ik heb de verwarming wat aangezet. Ja. Eerst even zijn Oké, meneer, waar lichaamstemperatuur gaan we meten. Aangezet. Dan gaan we u naar de ambulance brengen. Daar wordt u vervolgens overgebracht. Naar het Erasmus Medical Centrum, waar ze u verder gaan behandelen. Dan wil ik mijn collega's even vragen om even mee te helpen om de man te schuiven op de brancard. Excuus, de wervelplank. Ja, als we even op 3 kunnen schuiven. Met z'n allen. Ja? 1, 2, 3. En even hoog. Ja, werf plakken. 6. Kijk. Zo, kijk, mooi. Dan hebben we met z'n allen even kunnen tillen naar de ambulance. Ja. Jezus, het lijkt wel alsof ik een blok ijs aan het tillen ben. Oh. Waarom schud jullie zo? Dat is een beetje hobbelig hier. Ik ga vast naar de ambu. Meneer gebruikt de medicijnen? Ja. Wat gebruikt u? Tramadol en Musifol, Pucinaat of zo. Oké, heb je ook allergieën? Ja. Welke? Ik kan niet tegen amoxicilline en zo. Oké, ben jij daar in het afgelopen uur mee aanwezig geweest? Niet dat ik weet. Oké, bent u wel eens eerder opgenomen in het ziekenhuis? Ja. Ja, dat weet ik niet allemaal meer. Oké, wilt u wat tegen de pijn? Graag. Ik heb wat esketamine, dat is een pijnstelling. Mhm. Dan jongens, even op de bankaar hier zo. Op 3, dan tellen we hem even over. 1. 2, 3. En dan Menno, jij staat dichtstbij als jij even de bankaar naar achter kan duwen. Daarop ja, ga ik doen. Ja, stap maar voor en vriend. Kun je wat echt, ja. Nou, succes, hè? Dankjewel. Top, succes, hè? Tot ziens. We hebben dat ook weer gehad. Nou, jezus. Nou, dan ga ik weer terug. Yes. Ja. Dus ik niet echt aan te raden zwemmen.
Nee, inderdaad, het was al, ja, maar er was gewoon al een bericht over uitgegaan, hè, dus wat dat betreft... Ja, kijk eens naar die vlaggen die daar hangen. Ah, ja, het komt ook door harde winter, hè. Ja. Dus nu wel lekker warm, maar dat water, dat warmt zich niet op natuurlijk. Nee. Nou. Dat goed afloopt. Zullen het weten, hè.